Goedendag, mijn naam is David Hollanders. Ik zit hier naast Rodrigo Fernandez. Voordat ik het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben zal bespreken, zal ik ons even voorstellen. Rodrigo Fernandez is onderzoeker bij ZOMO, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, en onderzoeker bij de KU Leuven. Daarnaast heeft hij recent een reeks bij Follow the Money, de website over dividendbelasting, het licht doen zien. Dat gaan we overigens niet bespreken vandaag. Ik ben zelf docent Europese studies en met name politieke economie daarbinnen aan de Universiteit van Amsterdam. We gaan het vandaag hebben over kwantitatieve verruiming aan de hand van een recent te verschijnen rapport van Rodrigo bij ZOMO. Dat willen we met name verbinden met de gevolgen van dat beleid en ook van de democratische merites van dat beleid en wat breder ook van de ECB. En dat kunnen we ook meteen mooi verbinden met de actualiteit. Omdat in Italië, net als eerder in Griekenland en in Ierland en Spanje, de ECB nadrukkelijk zich politiek gaat roeren, wellicht. Maar goed, als eerste aanleiding dus het rapport Kwantitatieve Verruiming. In grove pennenstreken is dat het opkopen door de Europese Centrale Bank van staatsobligaties en ook bedrijfsobligaties in grote volumes. En maar met een algemene vraag te beginnen, Rodrigo. Waarom moet daar weer een rapport over verschijnen? Omdat dat toch al een tijdje gaande is en er toch al veel inkt over gevloeid is. Allereerst bedankt voor de uitnodiging. Ik denk dat het belangrijk is om toch veel rapporten te schrijven over kwantitatieve verruiming. Om een aantal redenen. Het gaat natuurlijk om relatief veel geld. Het is historisch ongeëvenaard. Het is ook eigenlijk een middel geweest om de crisis weer even tot stilstand te brengen. Maar het is ook een middel wat niet oneindig door kan gaan. En waarbij dan de vraag natuurlijk weer opkomt van wat dan? Hè? Wat dan daarna? Maar daarnaast is het ook de kwantitatieve verruiming. Het heeft heel veel effecten. Bedoelde en onbedoelde effecten. Wat dan is misschien voor zo. De effecten. Bedoeld of onbedoeld, zeg je zelf al. Daar komen we misschien zo ook nog even op. We kunnen bijvoorbeeld de effecten bespreken, of zoals die heel veel bijvoorbeeld in Nederland of in Duitsland worden besproken, van wat zijn de negatieve effecten voor spaarders, pensioenfondsen van de lage rente. Is het misschien een middel om landen die te hoge staatsschulden hebben, zoals bijvoorbeeld Italië, te ondersteunen, wat ook misschien wat meer vanuit de rechterkant beweerd zou worden. Maar ik denk dat het in fundamentele zin ook vooral een bijdrage levert aan groeiende vermogens en inkomensongelijkheid. Wat het ook doet is dat het schuldgedreven economische model, wat eigenlijk achterliggend is aan de schuldencrisis van 2007-2008, hierdoor eigenlijk wordt verlengd. Hiermee worden centrale banken eigenlijk onderdeel van het probleem in plaats van onderdeel van de oplossing. Van hoe kom je af van een schuldgedreven economisch model? Ja. Maar waar het rapport eigenlijk over gaat is de effecten van kwantitatieve verruiming vanuit de ECB of vanuit de Verenigde Staten en Japan. In dit geval dan vooral over van de ECB op opkomende economieën. Dat is... Ik zal even samen, de bedoeling is, of de beleden bedoeling is het verlagen van de rentes, wat ook lijkt te lukken. En natuurlijk het bezweren van de onrust op financiële markten, zoals dat heet. Misschien kunnen we de effecten die jij noemt, de ongelijkheid binnen Europa, maar ook tussen Europa en ontwikkelingslanden, tegen de achtergrond van een soort derde factor, de toenemen van de private schuld, we kunnen dat even zo gaan afbellen. Mm-hmm. Misschien
Dat is ook een van de missies van SOMO natuurlijk, om daarop te wijzen, de mondiale effecten. Maar wat zijn de effecten voor landen buiten Europa en dan met name natuurlijk arme landen of ja, nou ja, relatief arme landen? Een van de mechanismen die de ECB eigenlijk in werking probeert te zetten door het kwantitatief verruimen, is eigenlijk wat wordt genoemd in het Engels portfolio rebalancing. Of het portfolio weer in een nieuw balans brengen. Ja. En dat betekent dat de kwantitatieve ruiming betekent dat institutionele beleggers of banken, die hebben bijvoorbeeld obligaties in bezit. Hè, bijvoorbeeld van de Nederlandse staatsschuld of Duitse staatsschuld. Ja. En wat het beleid van de ECB doet en beoogt is eigenlijk een ruil. Hè, het creëert geld. Ja. Het creëert geld. En met dat nieuw gecreëerde geld koopt het die obligaties op. Waardoor die beleggers met geld achterblijven, waarmee ze dan weer meer risicovollere investeringen zouden moeten gaan doen. Mm. Dat is de hele gedachte achter het portfolio rebalancing. En dat is een mechanisme waarmee dan de economie aangejaagd zou worden. Ja. Maar een effect hiervan is dat, dat vanwege de groeiende renteverschillen, hè, de dalende rente in locaties waar dus dat kwantitatief verruimen aan de orde is. En andere landen waar dat niet zo is. Dat dus heel veel van dat geld op zoek gaat. Naar die beleggingen die geld opleveren. En dat kan dan zijn risicovollere leningen in ontwikkelingslanden. In Brazilië, in Turkije enzovoort. En dus wat we hebben gezien. De BRICS. De BRICS is om het Plus, oude... Ja. Ja, het oude term misschien. Oude term te gebruiken. Ja. Maar het is veel breder dan dat. Oké. Okay. En wat we eigenlijk zien is dat dat het vooral private leningen zijn. En dat het vooral de niet-financiële private sector is. Dus eigenlijk multinationals uit opkomende economieën. Daar worden... Die geven obligaties uit die voor een groot deel gekocht worden door die overliquiditeit die ontstaat door dat kwantitatief verruimen. En dat is een probleem. Want dat hebben we namelijk in de afgelopen 40 jaar gezien, dat er meerdere golven zijn geweest van overliquiditeit die naar ontwikkelingslanden gaat en dan weer terugstroomt. En dat creëert dan schuldcrisis, zoals in de jaren 80 en de jaren 90. En nu het weer dreigt te gebeuren. Ja, dat is inderdaad denk ik wel belangrijk, want dat een punt dat ik wel zelf al tegengekomen was inderdaad dat het geld niet zozeer uitgeleend wordt aan consumenten die toch al voldoende schuld hebben. Maar vooral binnen het financiële systeem blijft, zoals dat heet. Dus niet toegevoegd worden aan de geldhoeveelheid of daadwerkelijk wordt uitgegeven. En daarom het inflatiegevaar wat beperkt blijkt te zijn. Maar die historische connectie van verschillende crises, kun je daar nog iets meer over zeggen? Aan welke crisis denk je überhaupt? Omdat je daar ook nadrukkelijk in plaatst. Het is niet een soort nieuw fenomeen. Het is een continuïteit van geld dat landen instroomt en ook meteen weer weg kan zijn bij een vloek of een zucht. Nou ja, wat we hebben gezien is dat sinds het weer de kop opsteken van globalisering, hè, dat kapitaalstromen makkelijker van het ene land naar het andere land gaan. Hebben we het over de jaren 70? Jaren 70 en dan met name jaren 80. Is dat we zien dat er eigenlijk in die periode, zo'n krappe 40 jaar, dat daar toch drie periodes zijn geweest dat er een uitstroom van kapitaal vanuit ontwikkelde economieën naar opkomende economieën was. Ja. Hè, dus in de jaren 70 was het wat toen de tijd werd genoemd de recycling van petrodollars. Oh ja. Dus dat waren overschotten van olieproducerende landen. Dus de Midden-Oostenlanden. Ja, kortom. Met name landen uit het Midden-Oosten die dus eigenlijk die overschotten niet goed kwijt konden in ontwikkelde economieën. We hadden hier een periode van stagflatie, et cetera. En toenertijd waren de belangrijkste spelers die eigenlijk die overdracht van dat geld mogelijk maakten, waren banken. Hmm. De Verenigde Staten is toen de rente plotseling sterk verhoogd, de zogenaamde Volcker-shock. En toen is in 1982 een schuldencrisis uitgebroken. Mm. En die schuldencrisis die
die verspreidde zich als een olievlek in Latijns-Amerika, in Afrika. En dat leidde tot belangrijke interventies van de IMF, de Wereldbank. Volcker, voor de duidelijkheid, president van de Federal Reserve toen, de Centrale Bank Amerika. En dat is ook die mooie naam van de Tequila-crisis. Ja, ongetwijfeld was hij niet mooi, maar in Mexico toch? Dat was de volgende crisis eigenlijk in 1994. In de jaren 90 zien we een tweede stroom van grensoverschrijdend kapitaal naar opkomende economieën. Daar waren het niet zozeer de banken, maar waren het eigenlijk investeerders in portfolio investeringen. Dat was eigenlijk de belangrijkste kapitaalstroom toenertijd, wat wij ook flitskapitaal zijn genoemen. Opeens was die term in de jaren 90 en vogue, flitskapitaal. Aandelen en obligaties, maar vooral naar beurzen ging, beursgenoteerde bedrijven, et cetera. Daar zie je dus ook de hele Aziatische crisis als gevolg van het plotselinge terugtrekken van dat geld. En wat we dus nu zien, sinds 2008... in eerste instantie in de Verenigde Staten het opkoopbeleid, het kwantitatieve ruimen daarna in Japan en in Europa, is dus dat er weer een derde stroom van geld naar ontwikkelingslanden is opgekomen. Ja. Dus dat is helder. Dus inderdaad historische lijn. Tegelijkertijd, ik merk dat zelf ook wel als ik het met mensen hierover heb, en dat sluit ik mezelf niet uit overigens, dat het niet altijd even duidelijk is waar met een probleem is. Dus je zou kunnen zeggen, als beleggers hier in Europa geld willen beleggen in Brazilië, het laat staat de Brazilianen vrij om er wel of niet op in te gaan. Wat is dan eigenlijk het probleem? Je had het er al een beetje over dat het snel weer teruggetrokken kan worden en het woord bubbels komt dan ook snel boven, maar zo'n probleem? Het probleem is eigenlijk de snelheid waarmee het gebeurt en de oorsprong van de liquiditeit. Hè. Er is in korte tijd sinds 2008 12.000 miljard dollar in het wereldwijde systeem geïnjecteerd. Kijk, 12.000 miljard. Dat zijn veel nullen. Ja, wat we zien is dat een relatief klein gedeelte hiervan is naar opkomende economieën gegaan. Verreweg het grootste gedeelte van het geld wat door kwantitatieve ruiming is gecreëerd, is gaan circuleren in het financiële systeem in ontwikkelde economieën. Mm-hmm. Maar ontwikkelingslanden hebben een relatief veel kleinere financiële sector, een kleinere diversiteit van actoren die actief zijn. Dus ze zijn veel gevoeliger voor instroom van buitenlands kapitaal. Belangrijk is ook dat er allerlei wisselkoersproblemen kunnen ontstaan. Voor deze landen, kijk naar Argentinië nu bijvoorbeeld. Dan moet je dan nog even toelichten. Ik moet bekennen dat er problemen zijn. Maar Wordt geleend in een valuta die niet van hun is. De dollar. Of in euro's. Ja. En dat betekent dat je toch dollars moet verdienen om je schulden te kunnen dragen. Op het moment dat je dus een manische fase hebt, er een enorme muur van geld op zoek is naar manieren om dat terug te beleggen. In zo'n manische fase, geld gaat naar de beurzen of er ontstaan bubbels op de huizenmarkt of er ontstaan bubbels in schuld van dit type schuld. Op dat soort momenten wordt er weinig nagedacht. Dat zien we over. Dat is natuurlijk de hele geschiedenis van financiële crisis, hoe bubbels ontstaan. Dus het probleem is dat enerzijds, de dynamiek. En aan de andere kant zie je ook dat de hele institutionele omgeving waarbinnen het gebeurt veranderd is. Dus wat we zien is dat vanaf de jaren 80 eigenlijk ontwikkelingslanden steeds minder goed in staat zijn om zichzelf te beschermen. Om te kunnen zeggen nee, wij willen geen instroom en wij willen de uitstroom beperken. Dat komt omdat vanwege de... Oftewel, oude vertrouwde kapitaalcontroles zijn steeds lastiger. Ja, maar ook wat wij nu macroprudentieel toezicht noemen. De crisis. Ja. Daarvan zien we ook dat landen die onder dat mom maatregelen willen nemen,
dat het steeds moeilijker wordt vanwege bilaterale handels- en investeringsverdragen. Vanwege verdragen die de Europese Unie sluit met landen. Dus institutioneel zien we dat kapitaal steeds vrijer is, moeilijker te reguleren is. En daarnaast heel veel liquiditeit in het systeem is gepompt. Dus dan mag ik er dan toch, ja, dan hou ik er toch nog wel even als kernwoord uit. Dus snel inkomend en weggaand kapitaal en opbouw van bubbels, waardoor als het weggaat, heb je nog wel de schulden. Mm-hmm. Maar die kunnen niet gefinancierd worden of heel lastig. Kun je dat zeggen? Dat is hetzelfde dynamiek als de private schuldenopbouw die de kredietcrisis vooraf ging en natuurlijk nog steeds doorgaat. En net zoals de huizenmarkt hier in Amsterdam. Heel veel lenen, dan heb je een huis. Maar als het fout gaat, dan heb je nog wel de schuld. En het huis is veel minder waard. Dat soort mechanismes. Het zijn een soort gelijke mechanismen. En je zou misschien verder kunnen gaan in die vergelijking. En kunnen zeggen van wat de subprime leningen in de Verenigde Staten waren. Dit zijn ook subprime leningen. Maar dan gaat het meer op landenniveaus. Ja. Varoufakis schrijft dat ook ergens in And the Weak Suffer What They Must. Griekenland was eigenlijk de subprime market van de eurozone. Dus dat raakt eraan. Een laatste stap is dan toch nog wel. Dan is er dus een toename van schulden in die landen. Er is een toename van bubbels. Dat is problematisch op het moment dat het weggaat en die schulden wel blijven staan, al dan niet in buitenlandse valuta. Maar wat is dat laatste stapje naar ongelijkheid? Dat is een van de kernboodschappen van jouw rapport, heb ik de indruk. Nou, kijk, de ongelijkheid, dat is natuurlijk dat is niet zozeer beperkt tot ontwikkelingslanden. Dat is ook in Europa, in de Verenigde Staten, in Japan. En dat heeft gewoon te maken met dat niet iedereen heeft gelijk vermogen. Kijk, vermogenden die meer vermogen bijvoorbeeld effecten hebben in aandelen, die zullen heel positief ervaren. Want door de kwantitatieve ruiming zie je dat de aandelenkoersen sterk omhoog zijn gegaan. Die vermogenden die bijvoorbeeld een relatief groter aandeel hebben in obligaties, vaak pensioenfondsen, die zullen dat negatief ervaren, want die zien dat de rente daalt. Dus de winnaars, dat is interessant. Binnen de financiële sector is het niet evident wie er bij gebaat is. Een bank die heeft daar kan het een positief en een negatief effect hebben. Voor alles wat te maken heeft met het meer traditionele bankieren, daar heeft het een negatief effect op. Maar voor de investment banking activiteiten, daar heeft het een heel positief effect op. En eigenlijk zien we dat de grootste netto winnaars, dat zijn overheden. Die hebben natuurlijk hun rentelasten zien dalen. Ja. En dan met name zijn de grootste winnaars die landen die eigenlijk altijd al het meest populair waren. Omdat die als het meest veilig gezien worden. Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. Die hebben relatief heel veel voordeel gehad. Maar in Nederland hebben bijvoorbeeld pensioenfondsen weer heel veel nadeel gehad. Ja. Dus het laat een heel erg breed palet aan winnaars en verliezers. Ja, en dat zijn dus niet per se de allerarmste. Maar er is wel een duidelijke redistributie waarbij netto de ongelijkheid toch wel lijkt toe te nemen. Ja, althans, absoluut. Wat dat betreft moet ik denken dat, je noemt meer een interessant getal, dat 33% van de Duitse en Nederlandse obligaties op dit moment in handen is van de ECB via die opkoopprogramma's. Dus de ECB is nu gewoon de facto de grootste marktpartij. Ja. Dus dat laat al zien hoe groot die programma's zijn. Voordat ik eigenlijk, wat mij betreft, nog wat verder gaan echt op die democratische deficiëntie, zoals het genoemd wordt bij de ECB in Europa, nog. Wat verder niet zozeer over de ongelijkheidsinducerende effecten, maar hoe dan wel. En een van de noties die dan vaak voorbij komt is QE for the people. Mm-hmm. Want die verruiming voor mensen. Dus jij en ik en iedereen krijgt er 1.000 euro bij op zijn bankrekening. Ja. Zou dat dan de boodschap moeten zijn aan de ECB? Ja, kijk, het is toch een lastige vraag, vind ik. Want het heeft enerzijds
kan je zeggen van het probleem is een gebrek aan, of dat was het probleem, lange tijd, nu steeds minder, maar het probleem was natuurlijk een gebrek aan effectieve vragen. Te weinig vragen van consumenten, van investeerders, waardoor de economie niet zo goed loopt vanwege bezuinigingsprogramma's. Ja. Of dat roept ook weer de roep om bezuinigingsprogramma's. Oude vertrouwen idee, we moeten meer auto's kopen. Dan zou je kunnen zeggen van nou, dat QE for the people, hè, dus in plaats van dat je een heel ingewikkeld systeem opzet, dat je via banken en investeerders geld in de economie probeert te pompen, terwijl je ziet dat het geld eigenlijk helemaal niet bij mensen terechtkomt, maar blijft hangen in de financiële sfeer en dat et cetera, et cetera. Als je nou zegt van nou, dat die hele banken en die institutionele beleggers, die halen, omheen, die halen we er tussenuit en dat geven we gewoon direct. Ja. Aan de ene kant, daar viel in lange tijd denk ik wel wat voor te zeggen, misschien nu nog steeds, maar het creëert ook allerlei problemen. Maar het belangrijkste is denk ik dat het niet eigenlijk de fundamentele problemen adresseert van kwantitatieve verruiming. En naar mijn idee zijn de problemen van de kwantitatieve verruiming in de eerste plaats dat het een manier is om tijd te kopen. Ja, we hebben een crisis gehad. Die crisis die kon even tot stilstand worden gebracht. Hè. Het is erger is voorkomen. We zijn eruit gekropen op een of andere manier. Zonder dat dingen verbeterd zijn of fundamenteel veranderd zijn. Ja, het systeem functioneert nog. Hoewel in Griekenland en Spanje en Portugal zullen ze er misschien wat anders over denken. Het is wat meer houtje-touwtje dan ervoor. Ja. En het is fragieler dan ervoor. Weer wat meer schuld dan ervoor. We hebben een schuldgedreven economische model. De oplossing voor de schuldencrisis was meer schuld. En gedreven door het ECB-beleid. En het fundamentele probleem is dat kwantitatieve ruimte was geld of tijd kopen. Ja. En dan kunnen we dat in een soort van zijpad doen van laten we dat QE for the people doen. Maar dat neemt nog steeds niet weg. Dat je moet die tijd die je hebt gekocht gebruiken. Ja. Om eigenlijk van dat schuldgedreven economische model af te komen of om dat af te remmen of een manier te verzinnen om het minder gevaarlijk te maken. En dat doe je niet met dat QE for the people. En dan is het evident dus inderdaad dat je onder schuld, en daar sluit ik me bij aan en volgens mij menig econoom, maar private schuld en publieke schuld vat. Sorry? Je hebt het over schuld, maar dat is private schuld en publieke schuld, omdat het hele de hele institutionele opzet van de eurozone is natuurlijk gericht op publieke schuld. Ja, SGP, Stabiliteits- en Groeipact, zegt max 60%. Niet dat dat nou bindend blijkt te zijn, maar daar richt het zich wel op. Ja, maar ik denk dus dat de private schuld in deze eigenlijk een veel interessantere maatstaf is of gebied om naar te kijken. Ja. Zeker als het gaat om hoe iedereen wordt gemobiliseerd om economische groei mogelijk te maken door middel van schuldopbouw. Ja. En dat is de private schuld. Iedereen een hypotheek. Van huren, hypotheek met alle problemen van dien. Je noemde al even dat dat er door de centrale banken heel veel, of dat noemen we beide staatsobligaten worden opgekocht, maar er worden ook bedrijfsobligaten opgekocht. Ja, dat was niet zo'n groot onderdeel, zei je, maar tegelijkertijd wel een belangrijk punt, omdat dat vooral grote bedrijven zijn. Ja. En natuurlijk ook bedrijven waar bijvoorbeeld, zoals Shell nog volop wordt, wordt vervuild. Het argument van de ECB is dat ze bedrijfsobligaties is gaan opkopen. Maar bij dat opkoopbeleid een techniek probeert hanteren die marktneutraal is. Dus zo min mogelijk effect heeft. Marktneutraal, dat is een mooie term. En dat betekent eigenlijk dat maar een beperkt aantal bedrijven in aanmerking komen. Dan namelijk, dat zijn bedrijven die liquide genoeg zijn. Hè? Dus waar genoeg handel in plaatsvindt en de omvang van die handel groot genoeg is. Om ervoor te zorgen dat als de centrale bank daar iets gaat opkopen, dat een minimaal effect heeft op de prijs. Maar goed, dit is wat de ECB zegt. En dan komen we ook een beetje op het punt waar ik naartoe wil. En volgens mij we naartoe willen, is natuurlijk de positie van de ECB. Want het gaat. Het gaat nu inderdaad over de effecten van het beleid, maar ook over hoe dat beleid dan tot stand komt.
helemaal aan het begin gaf je aan bedoelde effecten, onbedoelde effecten. Dit soort markt, ze noemen het dan zelf marktneutraal, maar mm-hmm. profiteer je ondertussen grote bedrijven van? Of ga ik dan... Nou ja, de grote bedrijven... Ga ik er dan te veel achter zoeken? De grote bedrijven, wiens obligaties worden gekocht, die profiteren daarvan natuurlijk. Mm. Want ze kunnen goedkoper lenen. Dat zijn meestal of vaak bedrijven die helemaal niet goedkoop hoeven te lenen. Dus dat is niet de spreekwoordelijke bakker op de hoek natuurlijk. En er wordt natuurlijk geen oplossing gevonden voor het probleem, wat nog steeds voor, tijdens en na de crisis er was, dat nog steeds het midden- en kleinbedrijf nog steeds moeite heeft om kredieten te krijgen. En als ze kredieten krijgen, dat voor hele slechte voorwaarden krijgt. Mm. En ja, in Nederland op schandalige manieren zijn afgeschreven met die hele derivaten toestand. Eigenlijk dat hele gedeelte van die economie waar je eigenlijk voor zou willen zorgen, daar gaat het volledig aan voorbij. Ja, derivaat toestand, nadat inderdaad van menig sportschoolhouder en bakker moesten die derivaten risico's afnemen. En ondertussen bleek dat en veel kosten te hebben en veel risico's die zich ook gematerialiseerd hebben. Niet alleen een midden- en klein bedrijf, maar ook de UvA. Maar goed, dit is even een zijpad. Maar goed, daar heb jij ook wel eens over geschreven, toch? Daarom noem ik het ook. In een verleden, ja. Nou. Hebben we allemaal, toch? Een verleden. ik kan natuurlijk niks zeggen over de UvA in negatieve zin. Goed, dus het is helder dat de effecten van de kwantitatieve verruiming, dat die deels negatief zijn. Mm-hmm. Of althans, je hebt mij overtuigd, maar misschien... hoeft er nauwelijks overtuigd te worden. Bedoeld of onbedoeld hangt een beetje boven de tafel. Want de ECB wilde met name de rente lager krijgen. En wilde met name ook het financiële systeem als zodanig redden. Wat ook natuurlijk een van hun taken is. Voordat we ook naar aanleiding van Italië. De aankondiging van de president daar. Dat hij in eerste instantie het nieuwe kabinet niet wilde goedkeuren. Zou je zeggen dat het inderdaad allemaal onbedoelde effecten zijn van de ECB? We kunnen niet in hun hoofd kijken, maar als je zo een beetje zo... Deze problemen die ik hier op tafel leg... Zij kennen dit soort staatjes natuurlijk deels ook. Deze problemen die ik hier op tafel leg, die zijn natuurlijk niet nieuw. Die zijn niet door mij bedacht. Die zijn door heel veel mensen benoemd. Ja. Ook door eigen stukken van de ECB. Die worden bediscussieerd. Ja, het zijn eigen studies van de ECB die de problemen laten zien. Ze maken er ook geen geheim van dat ze dit weten en dat maar, ze daarmee bezig zijn. Het standpunt wat eigenlijk de hele tijd terugkomt is... Ja, het zijn gewoon kosten die hier aan dit beleid hangen. En there's no such thing as a free lunch. Dat is het bekende cliché. Je kunt niet iedereen te vriend houden. Ja. En dit zijn de kosten die wij bereid zijn om te maken. Ja. Om ervoor te zorgen. Ja. En dan komt een heel lijstje aan allemaal... naar mijn idee onbewezen zaken en of effecten om de economie in Europa beter te laten draaien, om de werkgelegenheid te vergroten, et cetera, et cetera. Ik denk dat we zien ook keer op keer dat veel studies laten zien dat de macro-economische effecten van het monetaire beleid heel beperkt zijn. Dus er wordt heel veel geld gepompt. Die macro-economische effecten, economische groei, werkgelegenheidseffect, die zijn vrij klein. Al noemt de ECB constant dat als enige van hier doen we het voor en dit is de prijs. En ik denk dat als je kijkt naar hoe het werkelijk zit, is dat de prijs eigenlijk hoger is. En en de uitkomst die zij beweren dat die zo positief is, die is eigenlijk minimaal. Althans, dat sluit ook wel aan bij bredere kritiek. En dan komen denk ik wat ik al aankondigde van verschillende mensen, onder andere Paul de Grauwe, textbook hem gebruik ik ook in mijn onderwijs. Dat de ECB natuurlijk vooral een onderdeel is van de financiële sector. Misschien weer eerder een notie van de Duitse socioloog Wolfgang Streeck. Er is ook een paar jaar geleden een stuk uitgekomen in de Financial Times dat de ECB voor hele belangrijke beslissingen, ook verrassende beslissingen, veelvuldig contact heeft met grote banken. Mm-hmm. Dus daarmee lijkt, je formuleert toch nog redelijk
redelijk neutraal van zij zeggen dit en er zijn kosten dat. Maar dat lijkt wel heel erg op te wijzen dat de ECB dit ook bewust voor zijn rekening neemt. Dit gaat naar een belangrijk punt toe. Dus namelijk, enerzijds hebben we natuurlijk heel veel monetaire economen die het idee hebben gevat van centrale banken moeten onafhankelijk zijn. En het beleid van de centrale banken is een technisch. Dat zijn eigenlijk ingenieurs. Ja, maar onafhankelijk van parlement, hè? Niet onafhankelijk van financiële instituten. Ook van marktpartijen, als een onafhankelijk ervan uitgaan dat er een soort van natuurlijke prijzen zijn. Okay. Dat er een prijs is die voor iedereen goed is, of voor de meesten goed is. Van de Ierse tot de Egeese Zee geldt. Ja. Ik vind het nog steeds bizar en vreemd dat deze gedachtegang zo dominant is. Ja. Want het hele idee dat je onafhankelijk kunt zijn als centrale bank, dat is vrij makkelijk onderuit te halen, denk ik. Ja. Ik denk dat er geen maatregel is die een centrale bank neemt die niet automatisch winnaars en verliezers creëert en daarmee altijd een politieke keuze... En daarmee dus politiek is... En het democratische karakter wat afwezig is bij centrale banken, dat kun je op verschillende niveaus bekijken. Maar ik denk dat op dit moment, vooral als het gaat om de ECB, zien we dat er eigenlijk een instelling is die heel ver verwijderd is van welk democratisch orgaan dan ook. Want als je het in een nationale context plaatst, hè, de Bank of England... of de Federal Reserve, die zitten vast in een nationale context waar democratische instellingen veel dichterbij zitten. Ja. En hier zitten daar veel stappen tussen. De hele Europese Unie heeft een enorm democratisch tekort, is eigenlijk een ondemocratisch... Je noemt het democratisch tekort. Ik zou zeggen, het is een antidemocratische institutionalisering of institutionalisering van antidemocratie. Daar valt ook wel wat voor te zeggen, omdat het natuurlijk zeker als je gaat kijken naar wat het in het geval want van heel Italië... veel van deze dingen zijn natuurlijk ook wel ingewoven in de instituties. Dat het verdrag van Maastricht kent heel veel macht toe aan de ECB. Is vervolgens ook alleen maar door EU-leden te veranderen, dus niet eens door EMU-leden. Het verdrag dat inflatiebestrijding voorop stelt. De ECB geeft daar dan wel weer een hele bijzondere interpretatie aan. Ik baseer me hier ook deels op dat tekstboek van de Grauwe dat ik al even net aanhaalde, maar die inderdaad ook aangeeft. Als Draghi naar het Europese parlement gaat, zit hij tegenover een instituut dat niet eens de macht heeft om het verdrag te veranderen en om zijn mandaat aan te passen. Dus ik denk dat je dat ook ziet in de manier waarop Draghi, of het nu gaat om het Europese parlement of het Nederlandse parlement, de manier waarop hij daar spreekt en een soort van verantwoording aflegt. Ja. Hij kan daar gewoon retoriek blijven herhalen over dat zijn beleid leidt tot een betere macro-economische omgeving, et cetera. Mm. Terwijl velen kunnen bewijzen dat helemaal niet zo is, dat die relatie helemaal niet zo sterk is. En hij blijft dat soort dingen herhalen. Hij kan hij hoeft niet te verwachten dat hij weerspraak krijgt. Het gaat misschien nog wel verder. Want in het verdrag van Maastricht staat, en de ECB herinnert daar ook graag aan op zijn eigen website, dat staten en regeringen mogen niet eens invloed uitoefenen. Dus die mag zich er niet eens iets van aantrekken. Dus in zekere zin heeft hij nog gelijk ook. Maar omgekeerd, en dat is een punt dat ik ook wel nog wilde aangesneden hebben, is natuurlijk dat de ECB er ondertussen geen been in ziet om oekases uit te vaardigen naar Griekenland en Ierland. Van als jij niet bezuinigt, en dan met name natuurlijk bezuinigen op pensioenen en op lonen. Als jij niet hervormingen doorvoert, en dan met name natuurlijk ontslagrecht, verslechtering, dan krijgen jouw banken geen steun meer.
Het is een mooie brief van in 2010 van Trichet toen nog aan de Ierse minister van Financiën. Varoufakis heeft een heel boek over geschreven. Ja, maar dat sluit dat aan bij jouw... onderschrijf je dat? Of zie je dat? Bij jouw kritiek op kwantitatieve verruiming? Nou, ik trek het nu wat breder. Ja. Van gewoon je een paar dingen moet onderscheiden. Aan de ene kant heb je het probleem van de euro... En de Europese Unie en alle instellingen en hoe dat eigenlijk niet functioneert. Het functioneert, maar het is niet democratisch. Ja, maar het functioneert wel in de zin, voor banken functioneert het wel. Ja, voor banken functioneert het wel, maar het is een splijts van... Het werkt alleen maar op het moment dat aangesloten landen... doen aan interne devaluatie. Het is een neerwaartse spiraal. Ja, interne devaluatie, lagere lonen met name. Het is een heel problematisch geheel. Daar kunnen we later over spreken. Maar aan de andere kant is het beleid van kwantitatieve verruiming is natuurlijk ook een direct ad hoc antwoord. Een kat maakt rare sprongen. Op de crisis. En in eerste instantie is het in de VS opgekomen. Die zijn vrij snel begonnen met opkopen van verpakte hypotheken. Omdat anders het hele financiële systeem in zou storten. Is dat TARP? Troubled Asset Relief Program? Ja, en als onderdeel daarvan is eigenlijk het hele opkoopprogramma verder geïnstitutionaliseerd. In Europa is dat pas veel later echt geïnstitutionaliseerd. Maar waar het om gaat is dat als we het kwantitatief verruimingsbeleid willen bekijken, heeft het ook iets met wat eigenlijk concurrentie is. Hè? Dus uiteindelijk heeft het effect op het wisselkoers en is het ook een wisselkoers concurrentie. Daar is het één component en het meer ad hoc karakter van het omgaan met de crisis en opkoper van in laatste instantie. Het andere is de politieke omgeving en positie van de ECB in Europa en hoe het zich gedraagt ten aanzien van... En dat staat naar mijn idee een beetje los van het kwantitatieve verruiming. Dus kwantitatieve verruiming was nu eenmaal een van de weinige mogelijkheden binnen het repertoire van de centrale bankier. En dus moesten ze daar wel... Maar het heeft wel een warm deken. Het heeft een warm deken over die hele crisis gelegd en tijd gekocht. Maar die tijd is niet gebruikt om te kijken van... Ja, wat zijn nou de weeffouten van de euro en de eurozone, et cetera? Nee, het is nu tot de dag van vandaag is het onbespreekbaar. Als we kijken naar de Europese Commissie, als we kijken naar in Nederland bijvoorbeeld. Het kabinet die neemt niets. De mensen die zeggen dat er fundamentele weeffouten in de euro zitten, die worden niet serieus genomen. En dat blijft een no-go area voor discussies. Wel steeds serieuzer, maar ja. Maar in dat wat dat betreft is het wel aardig, want om misschien daar nog toch nog even wel over te zeggen over de Nederlandse situatie, in hoeverre we vertrouwen moeten we eigenlijk vertrouwen hebben in de Nederlandse oppositiepartijen, wat dat betreft, links of rechts. Want jij schrijft een rapport je schrijft wel stukken en ik schrijf ook wel stukken en dan hoop je toch dat het op de een of andere manier bij politieke partijen, NGO's, vakbond... grotere publiek land, maar voor wie schrijven, wie moeten we daar vertrouwen in hebben dat het überhaupt... Je kunt zeggen dat Wopke Hoekstra gaat niet, dat is minister van Financiën, die gaat niet je stuk lezen en denken, oh, je hebt je overtuigd met. Dat moet natuurlijk bemiddeld worden door andere acteurs. De hoop is natuurlijk dat andere... Ja, het maatschappelijk middenveld, om het zo maar te noemen, het oppikt. Maar ook... Maar heb je er vertrouwen in? Je hoopt het, maar ik denk dat mede-NGO's zullen, daar heb ik wel vertrouwen in, dat zij de problemen wel zullen onderkennen en dat zij met interesse zullen lezen en de conclusies zullen onderschrijven. Ik denk ook wel dat zeker de linkse oppositie het wel interessant vindt. Ja. Maar ik denk dat het niet heel veel verder komt. Ik denk dat... Ik ben vooral bang dat wat je ziet is dat als je gaat kijken naar wat zijn nou eigenlijk mogelijke oplossingen waar we nu aan kunnen denken? Wat zijn nou echt handelingsperspectieven? Ja, want wat dan, Rodrigo? Dan kom je toch weer terecht bij hele... Want het heeft het systeem gered, dat heb je zelf gezegd. Er zijn problematische...
gevolgen. Mm-hmm. Ik zelf heb ook wat meer de nadruk willen leggen op de problematische democratische positie van de ECB. Mm-hmm. Ik weet niet of, nou ja, wat jij zegt van, je moet er ook wel zien als gewoon, dat was nu eenmaal een repertoire, maar ja, wat dan? Nou ja, verschillende lagen. Enerzijds natuurlijk, wat dan voor het monster van die schuldgedreven economische groei? Ja. Hè? En welke rol moet een centrale bank dan hebben? Hoe ga je de allocatie van kapitaal dan vormgeven? Zodat er geen geld naar alleen maar blijft rondcirculeren in de financiële sector, maar dat er ook daadwerkelijk iets gaat naar... Naar bijvoorbeeld een transitie naar een duurzamere economie. Ja, maar terug naar Bretton Woods in de jaren 50, 60. Nou, kapitaalcontroles. Niet de hypotheekgekte. We kunnen niet terug. Eerst sparen, dan uitgeven. Nee, ik denk dat wat de Bretton Woods periode tussen 45 en 71 grofweg, waarin er semi-vaste wisselkoersen waren. Ik denk wat heel interessant is. Ja, als we nu naar beursplein 5 zouden gaan. Hè? Ik weet niet of dat nu nog steeds zo het geval is, zo'n 8-9 jaar geleden heb ik daar een tijdje rondgehangen, omdat ik toen voor mijn proefschrift daar de archieven in moest duiken. Ja. Wat je daar veel aan de muur ziet hangen, zijn allerlei schilderijen en kaarten van de Verenigde Staten en spoorwegen in de Verenigde Staten. Ja. Wat je ziet is dat het een belangrijk deel van beursactiviteiten in de 19e eeuw en de hele journalistiek, de financiële pers die eigenlijk is opgekomen, dat had allemaal te maken met hoe de allocatie van kapitaal van spaarders en van beleggers ging naar activiteiten die iets gingen opleveren richting de toekomst. De kerntaak van banken, dat is hun raison d'être. Dat kunnen zij goed. En van beleggers. Vinden ze zelf. De vraag is, het is mogelijk voor een financiële sector, voor financiële actoren, om bezig te zijn met het investeren en het beleggen van kapitaal in zaken waar iedereen iets aan heeft. Ja. En die in de toekomst ook iets gaan opleveren. En wat je nu ziet is dat natuurlijk het meer tegenovergestelde gebeurt. Vooral wordt er kapitaal gestoken in zaken die in de financiële sector zelf blijven circuleren. Okay, waarde aan het oppompen is. En de vraag is, dat is een hele fundamentele vraag van hoe je niet zozeer terug gaat naar Bretton Woods. Ja. Maar eigenlijk de hele vormgeving van financiële markten, het gedrag van actoren op financiële markten veranderd kan worden. Ja. En hoe je afkomt van een schuldgedreven groei en weer terug naar een loongedreven groei. Hè? Dat zijn denk ik allerlei vragen waar een centrale bank zou daar een rol in moeten spelen. Die heeft daar een rol in. En op de manier waarop de centrale banken nu functioneren, het gedachtegoed waar zij uit putten, die kan dat hele probleem niet onderkennen. Ja. En daarom zijn zij op dit moment eerder een onderdeel van het probleem. En dat is voor mij eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik denk van deze organen moeten weer onder democratische controle gebracht worden om ze op het juiste pad te krijgen. Ja, ik sluit met name bij dat laatste aan. Het democratiseren van de economie heette dat vroeger. Het socialiseren van de productiemiddelen, zo je wilt. Daarvoor denk ik dat inderdaad, we hadden het er al even over, voordat we opnames ingingen, maar dat als je één geïsoleerde beleidsmaatregel neemt, dat schiet niet zo op. Het moet echt een je kunt niet opeens zeggen naar de ECB, daar moet nu een vertegenwoordiger van de kiezer bij, of de kwantitatieve verruiming moet, van Europarlement zoals Piketty wil, of kwantitatieve verruiming, we moeten even een technische maatregel, waardoor ze ook kunnen beleggen in kleine bedrijven of zo. Dat schiet niet zo op. Misschien is dat een wat onbevredigend slotsom, maar ik denk wel dat je daarop uitkomt. Ik denk dat je, zoals bij vele dingen, erop uitkomt dat het uiteindelijk gaat om machtsvorming. En het heroveren van bepaalde instituties, instellingen en dominante gedachten en ideologie. Dat zijn allemaal elementen die erbij horen. Het gaat niet om structurele technische problemen die je met
andere technische middelen kan hervormen. Nee, dit is natuurlijk gewoon... You can't fight fire with fire? Nee. Maar dat doe je in zekere zin natuurlijk wel. Maar goed, en ik ook hoor. Maar wat je schrijft, je begrijpt eigenlijk een beleidsstuk. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Maar het eigenlijk wat waar wij met dit stuk op dit moment ook aandacht voor willen vragen, is om op het niveau van de G20 hier aandacht aan te besteden. En eigenlijk aandacht te besteden aan twee hele concrete projecten die nu eens een keertje vorm moeten krijgen, waar al 40 jaar over gesproken wordt. Dus aan de ene kant staan kapitaalcontroles weer toe. Voor ingaande en uitgaande stromen in specifieke gevallen en crisissituaties. Wat deels al gebeurd is. Cyprus is dat natuurlijk gebeurd. Ja, en, maar je mag ook maar €500 per dag opnemen. Dus ze zijn er al. Voor ontwikkelingslanden in het bijzonder. Ga eens een keer op een realistische manier. Kapitaalcontrole? Een realistische manier om met kapitaalsmobiliteit. Ja. Op dit moment wordt mobiliteit van kapitaal, de vrijheid van kapitaal om van het ene land naar het andere land te gaan. Is heilig. Daar mag niets tussen komen. Iedereen, arbeidsmigratie wordt voortdurend geproblematiseerd, maar kapitaalmigratie is... Dat is één poot. En dat betekent dus ook dat je moet kijken naar investeringsverdragen, naar arbitrage, mogelijkheden die er zijn, et cetera, et cetera. Daar is SOMO natuurlijk ook altijd mee bezig. Zeker. Ja. En een andere is, iets ingewikkeldere term, helaas in het Engels, wat wordt genoemd een sovereign debt restructuring mechanism. Of eigenlijk een sovereign debt restructuring mechanism, SDRM. Ja, dat is eigenlijk een dat moet je uitleggen. De UN Commission on Trade and Development, een tak van de VN, die is eigenlijk vanaf de midden jaren 70 roept hier al voor op en heeft ze al heel veel uitgewerkte voorstellen liggen. En de voorgaande crisis is het meerdere malen heeft het op tafel gelegen, maar is op het laatste moment door het IMF in 2001 toch weggestemd. En waar dit eigenlijk om gaat is van hoe ga je om met overheden die in feite hun schuld niet meer kunnen aflossen. En je kunt zien dat personen, huishoudens en bedrijven, die kunnen failliet verklaard worden. Daar zijn mechanismen om van je schuld af te komen. Voor overheden niet. En dat betekent dus dat ze bijvoorbeeld, zoals in het geval van Griekenland, ze eigenlijk een soort van speelbal of slaaf worden van een... Dat is helemaal eens. Varoufakis schrijft dat ook in zijn boek. Je moet één... Je hebt niet alleen de no-bailout clausule, maar je hebt ook de no-default clausule. Gij zult niet failliet gaan. Maar goed, dat is... Ik kan me voorstellen... In de eurozone stap je er dan ook automatisch uit. Kijk, niemand wil failliet gaan. Niemand wil in zo'n situatie terechtkomen. Maar het kan ook vaak een manier zijn om van je schuldeisers op een menswaardige manier af te komen. En niet een slaaf te worden. Ja. En wat geldt voor de private sector, geldt even goed voor de publieke sector. Want vaak wat je ziet in een crisisdynamiek, is dat private schulden, private problemen, worden door de publieke gelden en de overheden weer opgepakt. En zo worden het publiek... Socialism for the rich, socialism for the banks. Die twee poten, dat zijn eigenlijk twee redelijk concrete werkgebieden, relatief dan. Daar moet aandacht aan voor. Wat we eigenlijk zeggen is dat hier wordt al 40 jaar over gesproken. Maar nu is een nieuw context. Dus die oude gesprekken moeten nu eens een keertje in deze nieuwe context geplaatst worden. En daar moet eens een keer werk van gemaakt worden. Ja, dus dan ga je toch inderdaad een aantal aanbevelingen doen. Ben ik niet tegen. Sterker nog, ik ben in dit concreet geval, zou ik ze ook zo onderschrijven. Ik heb het gevoel dat we nu ook weer een beetje aan het uitwaaien zijn. Dus misschien is het een goed moment om het af te sluiten. Maar laat ik eerst nog even zeggen. Je noemde even tussen neus en lippen door dat jij niet dat rapport in je eentje hebt geschreven. Ja. En onder het mom ere wie ere toekomt, jouw mede-auteurs zijn? Pablo Bortz. Ik spreek zijn naam niet goed uit. Pablo Bortz. Ja. En Nicolas... En dan ben ik zijn achternaam vergeten, maar... Maar die staat wel op het rapport. Ja, uiteraard. Van SOMO, maar het is nog niet beschikbaar. De mede-auteurs zijn niet van SOMO. Mede-auteurs niet van SOMO. Nee. Dat zijn allebei Argentijnse economen die ervaring hebben in crisissituaties. Nou, dat...
is een aanbeveling in dit geval. Het moet binnenkort op de website komen, maar... Als het goed is, staat het eind juni op. Dan komt het rapport uit. Ja. De laatste week van juni. Maar goed, eigenlijk is het belangrijkste hier al gezegd. En we hebben dat natuurlijk ook willen verbinden aan wat breder de eurocrisis en met name de rol van de ECB. Je zei het... Als een laatste wat ik zou willen toevoegen is dat... De pauw geslacht. Het is ook een poging om de discussie over de kwantitatieve ruiming te verbreden. Niet alleen te kijken naar allerlei ideeën en problemen die circuleren binnen Europa, maar ook om te erkennen dat het beleid effect heeft voor daarbuiten. Ja. Dat is wel aardig. De eurozone, de oprichting van de euro heeft op een bepaalde manier maakt het blik internationaler. We kijken niet alleen maar aan Nederlanden, maar we zijn wel weer een soort eurochauvinisme. Dat we niet meer kijken naar wat er buiten gebeurt. Tenminste, geld. Laat ik voor mezelf spreken. De euro creëert natuurlijk genoeg problemen. Je kunt heel lang bezig zijn binnen Europa met de crisis en de problemen van de euro. Ja. Want die zijn talrijk, maar... Ja. We moeten ook kijken naar dat doe ik natuurlijk ook bij Europese studies, hè, bij het onderwijsprogramma. Maar goed, dat is nu eenmaal zoals het institutioneel geregeld is. Zullen we het hierbij laten dan? Voor nu en hier? En nogmaals dank voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Wij zijn allebei natuurlijk uitgenodigd. Hè. Zeker zin voor Café Weltschmerz. Maar ik vond het een goed gesprek. Oké. Laten we het hierbij.